Goedendag iedereen op YouTube. Vandaag wil ik iets gaan vertellen over de labels die ik mee ga nemen naar Ierland. In een ander filmpje heb ik jullie onlangs iets verteld over deze labels. Dat zijn labels die we gebruiken om vanaf de kant te vissen. Hier heb ik toen zelfs nog een mooie snoek aan kunnen vangen. Dit zijn Rapala labels. Weedless spoons. Hier zit een soort dingetje waarmee die door het vuil niet achter de haak blijft hangen. Maar waar ik het vandaag over wil gaan hebben zijn labels die we gebruiken om te trollen achter de boot. Ik ga meenemen een spinhengel, 2 meter 10, met een molen. En daarmee ga ik dit soort labels vissen. Het zijn over het algemeen wat zwaardere labels. Ze wegen tussen de 40 en de 50 gram. Nou, daarmee kun je perfect trollen. Dit is bijvoorbeeld een lepel van het merk Dam, een FZ. Hier heb ik in het verleden al heel veel mooie grote snoeken mee kunnen vangen. Onder andere ook een bruine forel van 51 centimeter was die. Dit is een Heinz lepel. Hier heb ik wel iets aan veranderd. Normaal zit de haak aan deze kant. Maar ik heb de haak nu verplaatst naar de andere kant. Waardoor die een hele mooie actie krijgt. Koperkleur. Op de een of andere manier doet de koperkleurige labels doen het altijd heel goed in Ierland. Dus die gaat ook zeker mee. Een andere favoriet van mij, dat is deze. Hier heb ik er ooit eens een 5-6 van gekocht bij Rentenaar Hengelsport. En die zijn van het merk Ron Thompson. Echt een hele mooie label. Je kan het ook al een beetje zien aan deze. Die is al flink afgekloven. Het verf is er aan alle kanten af. Dus ja, met wat zwaardere labels kun je perfect vissen. Gaat hartstikke goed. Alleen er is één ding waar je op moet letten. En dat is dat je een anti-kinkvaan gebruikt. Ik gebruik altijd deze anti-kinkvaan. Het is een wat groter model. Even kijken of je het een beetje kan zien. Hij spiegelt een beetje in het licht. Maar het is dus een redelijk grote anti-kinkvaan. En dat is heel belangrijk. Want lepels hebben de neiging om te gaan draaien in het water. Vooral als je te hard vaart. Dan gaan ze echt rondtollen en dat is dus niet de bedoeling. Je moet proberen met dit soort lepels heel langzaam te varen. Waardoor er een hele mooie waggelende actie in de lepels komen. En op een of andere manier heeft dat een hele grote aantrekkingskracht op snoek. Het vissen met lepels en het trollen met lepels vooral is eigenlijk helemaal niet populair in Nederland. Wij doen het zelf al nou, zeker 10 jaar en we hebben er echt heel veel succes mee gehad. Dus het is zeker een aanrader om het eens een keer te gaan proberen. Wat zwaardere lepels zijn niet zo heel makkelijk te kopen in Nederland, maar als je echt even goed gaat zoeken kun je ze best wel vinden. Ik heb hier nog iets wat ik zelf heb gemaakt. Iemand zei tegen mij, nou, als je nou eens een echte lepel neemt en je zaagt er een stukje af, krijg je ook echt een hele mooie lepel die een hele goede actie heeft. Dus we gaan het eens proberen. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij moet het best wel goed gaan. Een andere lepel waar we ook altijd heel veel succes mee hebben, dat is deze. Dat is een Ivan Karai lepel volgens mij. Dat is een lepel die gebruikt wordt om op zee te vissen, op schaar en school. En dat is ook een perfecte lepel om mee te trollen. Ook aan deze lepel hebben we al heel veel mooie snoeken mogen vangen. Nou, ik hoop dat jullie er wat van opgestoken hebben. Over 2 weken gaan we weg. En dan gaan jullie ook zeker dit soort lepels, deze lepels in actie zien in Ierland. En ik hoop dat het net zo goed gaat als de afgelopen jaren. Ik ga ook nog even iets vertellen, dat is in een ander filmpje volgende week, over het kunstaas dat we mee gaan nemen, dus de gewone pluggen. En we gaan nog wat chats ook meenemen, dus misschien dat ik daar ook nog iets over ga vertellen. Oké, nou, tot de volgende keer.